Hallo, welkom op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga de open bonus readings doen voor de luchttekens. Dit is voor de tweelingen, weegschaal en waterman. En deze lopen van 17 september tot en met 30 september. En rondom 1 oktober komen er weer nieuwe readings online te staan. En ik ga beginnen bij de tweelingen. Hoe gaat het met jouw tweelingen in deze tijd? Voel jij je goed in deze tijd? Voel jij je verbonden? Of juist helemaal niet? Hoe gaat het met je werk, je carrière, je liefdesleven? Het kan allemaal, we gaan het zien. En de open bonus reading voor de tweelingen. Oké, deze werkt niet. Nog één keer overnieuw. Ja, dat is hem. Goed. Tweelingen. Oké, je wilt wat sneller vooruitgang hebben de laatste tijd. Je hebt een periode gehad, zie ik hier heel duidelijk, heb je even stilgestaan. En je wilt nu binnen een vrij korte periode waar je snel bepaalde veranderingen maken in je leven. Kan even met van alles te maken hebben. Maar er wordt ook bij aangegeven, denk ook even goed over alles na en laat ook hier en wel heel duidelijk je gevoel en je emotie inspreken. Ook dat is even belangrijk. Doordat je dat doet, kom je namelijk ook meer tot bepaalde inzichten. En ja, je wilt je ook eigenlijk steeds met bepaalde dingen, tweeling zie ik hier, vrijer gaan voelen. Want je hebt een periode gehad, dus dat je even een beetje te veel vast en wat spanning of wat gedachten of emoties vanuit anderen. En hier wordt heel duidelijk aangegeven dat je meer gaat bevrijden. Werk misschien ook even wat bewust door de komende tijd met de energie van de zon, van de warmte om jou heen. Ook dat kan je dan van daaruit ook meer positiviteit geven. En laat je gevoelens inderdaad ook in meerdere dingen meer spreken. En doordat je dat doet, bouw je het uiteindelijk ook anders op voor jezelf. Ook wel sta je steeds maar open wat ik hier zie om nieuwe verbindingen aan te gaan. Met mensen die je misschien meer brengen of een ander gevoel geven of dingen ook anders laten zien. En van daaruit ga je ook tweeling wat ik hier heel duidelijk zie andere stappen kunnen maken dan wordt aangegeven. Even kijken hoor. En overwin maar het een en ander voor jezelf. Hou de balans erin. En misschien ook wat meer gaan doen de komende periode met wat yoga of meditatie. Ook dat geeft je weer bepaalde veranderingen, waardoor je ook andere stappen dan kan gaan nemen, is belangrijk. En laat maar vanuit je verleden het meer los, bepaalde dingen. Want ik zie dat er echt wat negativiteit heeft gespeeld. En dat je eigenlijk vanuit die energie in bepaalde dingen vaak verder bent gegaan. Of je daarin hebt laten meeslepen. En dat is iets wat je wordt aangegeven. Dat mag je achterlaten, loslaten. En durf dan de juiste keuzes te maken. En ook een werkgebied wordt aangegeven. Een werkgebied, eigen bedrijf. Zijn in feite ook voor een bepaalde keuze. Om daarin ook bepaalde stappen anders te gaan zetten. En ook daarin veranderingen te maken. Oké, duidelijk. Houd dus je energie als dualiteit aan tweeling. En je weet dat het bij jou hoort, dat het bij jou past. Te veel of te weinig dualiteit op bepaalde dingen. Houden voor jezelf natuurlijk ook goed in balans. En zelf van daaruit dan ook heel duidelijk je eigen stappen. Goed. Dan gaan we door, om te kijken naar de tweeling die single is. Hoe staat het? Nou. Even hoor. De kaarten wel doen wat ik wil. Ja, ik wil zeggen. Hoe staat het ervoor met jou in de liefde tweeling? Sta je daarvoor open voor dit moment? Of juist helemaal niet? Heb je misschien een tijdje ruimte voor jezelf nodig en bij het een en ander aan het verwerken? Misschien heb je een relatie pas, kan allemaal afgesloten. Nou, de kaarten willen niet meewerken vandaag. Nou, dat mag er zijn. Evo. Nog één keer, single tweeling. Misschien twijfel je ook aan veel dingen, tafel de kaarten niet meewerken, het zou kunnen. Zijn. Ja, dat is het.
single tweeling. Oké. Okay. Er is in de voorgaande relatie tweeling bij jou, zie ik heel duidelijk zijn bepaalde dromen in elkaar gevallen, wat je wel graag had, wenste of wilde voor jezelf. Waar je ook een beetje in vast hebt gezeten, maar waar jij je nu echt heel duidelijk in bent losmaken. En waarvan je ook kan zeggen en kan voelen van, hè, dat ligt achter je en dan ga je in die zin, ga je ook inderdaad ook niet meer naar terug. Dus je hebt ook in die zin geen behoefte meer aan wat aangegeven. Dat is op zich al heel erg goed. En je bent ook eigenlijk ervoor bezig om steeds maar op een andere manier meer je keizerrijk, en om het zo even te zeggen, tot je te nemen. En je wilt zeker gaan verbinden weer met de liefde, hè? Want je wilt toch wel een bepaalde brug weer gaan slaan. Kan zijn dat het met een vuurteken is, dus met een ram, leeuw of boogschut waar je iets mee gaat opbouwen. En je hebt ook zoiets van, het moet ook een relatie gaan worden, de nieuwe liefde, waarvan je voelt en denkt van, dit kan je iets brengen. Waarvan jij denkt een gevoel krijgt van, nee, dat brengt niks, sluit je ook heel duidelijk in af en maak je ook andere veranderingen. Dus je gaat wat dat betreft, tweeling, ook heel duidelijk ook voor jezelf wel daarin ook anders aanpakken. Heel erg goed, vertrouw daar ook op. En laat het ook stromen en haal dan ook voor jezelf weer meer het geloof erin terug. Want je bent het even een tijdje door bepaalde ervaringen en situaties bij het even kwijtgeraakt. Maar hier wordt heel erg aangegeven dat je er nu op een goede manier aan bent aan het werken. En dat het steeds maar op een nieuwe en positieve manier eigenlijk terug wilt gaan binnenkomen in je leven. Wat je ook heel duidelijk verdient. Dus mooi. Ga zo door. Single tweeling. Wacht, zie dat zich wel nog een kaart heeft gedraaid. Even kijken. Ja. Ja, en je vindt het ook belangrijk wat ik zei, dat die emoties ook goed dan gaan stromen in je nieuwe relatie. Oké, duidelijk. Dan gaan we door naar de tweeling in een relatie. Ben je daar gelukkig in voor het moment, in je relatie tweeling? Of heb je zoiets van, nou hè, ik ben alles alleen aan het doen en het schiet eigenlijk niet op, ook dat zou kunnen. Of zijn jullie dat gouden koppel wat naar elkaar te zeggen van, goh, wij gaan dit even aan. En wij kunnen steeds met z'n tweeën de wereld aan, hoe dat zou kunnen. Tweeling en relatie. Even zien. Oké. Als eerst wordt aangegeven tweeling en relatie. Beide hard aan het werk. Financieel, materieel veranderingen te maken. Misschien uitdagingen te zoeken. En zelfs misschien ook investeringen te maken, wordt heel duidelijk aangegeven. Dus financieel materieel veranderingen willen maken. Kan ook zijn voor een verhuizing of een verbouwing in het huis. Of haar iets andere plannen. Werkt het goed naar elkaar toe uit en bespreekt het ook heel duidelijk. Aardig mooi. Ga zo door. Want dan heb je ook zoiets van, dit hebben we opgebouwd. En ben je ook heel duidelijk bereid, tweeling in je relatie, om goed bepaalde grenzen neer te zetten. En te zeggen voor jezelf van, tot hier en niet verder. Je laat je ook niet meer raken of onderuit halen door anderen in jouw relatie. Terwijl dat waarschijnlijk wel in het verleden vaker met bepaalde dingen is gebeurd. Dan heb je nou zoiets van, dit gaat mij niet meer gebeuren. Ik maak hier de veranderingen in. En ik pak het van daaruit inderdaad ook heel anders aan. Oké. Okay. Staven aas. Staat ook inderdaad voor beide een nieuw begin te willen maken. Beide toch iets in gedachten. Kan ook zijn voor misschien een ander eigen bedrijf te gaan willen beginnen. Of dat misschien een ander denkt van, ik ga eerst met werk veranderen. En dat de ander daarna weer denkt, ik ga met werk veranderen. Dat is iets wat jullie samen goed over moeten overleggen. En waar dan ook echt wel uitdagingen in zitten. Maar laat jullie niet veroordelen dat het oordeel op zijn kop en weet dat jullie beide op een goede manier zijn aan het werken, aan een goede relatie. Dus hou die positiviteit en energie erin vast. En dan komt het vandaar, dan komt het wel steeds meer op orde, kan ik je zeggen. Oké, mooi. Goed, tweelingen, stel dan een duidelijke vraag voor jezelf. Daar neem ik dan een orakelkaart en dat is je antwoord. Dus tweelingen, stel je vraag. Het antwoord voor de tweeling is, no.
Oké, jouw antwoord, tweeling, is heel duidelijk. Vernieuwen. Transformeren, vernieuwen, een nieuw begin maken. En heel duidelijk te kunnen zeggen en te voelen van hier voel ik me prettig bij, hier zet ik mijn stappen in. En ik ga dus inderdaad niet meer terugkijken naar het oude. Dus hou dat ook heel duidelijk vast, tweeling. En doordat je dat doet, kom je er ook echt op een goede manier uit. Oké, mooi. Dan gaan we dan door naar de volgende van de luchttekens. En dat is de weegschaal. De bonusreading voor de weegschaal. Hoe gaat het met jou in deze tijd, weegschaal? Hoe voel jij je goed? Voel jij je verbonden? Hou ook jij op zoiets van, het valt me allemaal vrij zwaar en moeilijk. Of weegschaal, ga je toch bepaalde veranderingen steeds meer maken, waardoor ik andere stappen kan gaan zetten? Hoe is het met je werk, je carrière, liefdesleven? We gaan het zien voor de weegschaal. Oké. Weegschaal. Ook jij bent met werk, carrière, eigen bedrijf bij bezig om het vanuit een andere richting te gaan bekijken. Wij vinden het algemeen belangrijk in je leven nu om de vrolijkheid erin te behouden. Want er is ook bij jou genoeg zwaarte geweest in het verleden. Dus daarbij het een en ander al anders en aan het ondernemen. En ja, ook wel andere stappen in aan het zetten. Niet verkeerd. Hou die kracht en energie daarin ook voor jezelf vast. Nou. En er zijn misschien nog wat zaken die bij jou gerechtigheid moeten gaan brengen. Dus dat er onrecht is geweest en je hebt zoiets van, er moet gerechtigheid komen of het een en ander gerechtvaardigd worden. Dit is ook letterlijk de weegschaal, maar dat houdt ook vast. Dit wil ook zeggen, houd vast aan je energie en weet dat dan ook gerechtigheid meer gaat binnenkomen en dat je dus ook niet meer een bepaalde ding hoeft te gaan verdedigen. Maar dat je ook echt getrouw moet blijven aan je eigen gevoel en aan je eigen energie. En daarbij krijg je de vier van munten. Financieel, materieel, hou ook daarin meer de balans in vast. En misschien ook even bewust even zeggen van, goh, ik ga even niet even extra iets willen weggeven of willen uitgeven. Ga je zeggen van, nee, ik hou het even wat meer voor mezelf. Ook dat is een keuze en ook op zich niet verkeerd om dat ook daarin even voor jezelf weegschaal anders aan te pakken. Want ga je misschien te veel gekke dingen doen, om het zo maar even te zeggen, of te veel geld uitgeven aan bepaalde dingen. Kan het zijn inderdaad dat je achteraf in een bepaalde vorm spijt krijgt. Dat je dan denkt en voelt van, had ik het maar even anders gedaan. Of had ik dit niet anders moeten bekijken voor mezelf. Dus dat is even iets weegschaal waar je goed over na moet denken. Ja. Maar je kan ook inderdaad net zo letterlijk als een weegschaal ook kan zijn. Kan je ook misschien met werkgebied, haar eigen bedrijf toch wel denken van, weet je, ach, ik spring ook ergens weer onbezonnen in de diepe. Ik gooi deze staaf de lucht en wat staat ook voor werk. En je denkt van, ik maak weer een totale verandering. Wat uiteindelijk heel veel goeds brengt vanuit een creatief idee. Daarop krijg je de zon. Dus dat is even iets waar je goed over na moet denken, weegschaal. Waar je nou wel of niet de uitdaging dan in moet gaan zoeken. Maar heb je een gevoel over iets, dan kan je natuurlijk ook niet zomaar loslaten. Dat is ook wel het menselijke in ons. En mag je van daaruit misschien dan ook inderdaad extra toch die verandering gaan maken. Oké, goed. Dan gaan we door om te kijken naar de weegschaal die single is. Hoe staat het bij jou ervoor, single de weegschaal met jouw liefdesleven? Sta je ervoor open voor de liefde voor dit moment? Of heb je zoiets van, nou goed, ik heb die tijd en de ruimte voor mezelf eigenlijk even op een andere manier nodig, omdat ik ook waar ben. Pijn gedaan, teleur bent gesteld, of je moet afsluiten. Of ben je inderdaad in love en denk je van, goh, er komt heel wat nieuws naar me toe. Weegschaal die single is. Even zien. Nou. Oké, weegschaal. Je vindt het belangrijk in de nieuwe vorm van liefde dat deze persoon je ook inderdaad het een en ander moet kunnen brengen. Ook zeker misschien materieel of financieel. Dat is ook toch wel een dingetje waar je misschien wat meer bewust de komende tijd over na bent en denken. Omdat ook jij natuurlijk je verantwoordelijkheden hebt. Dus het moet wel een persoon zijn die moet je wat kunnen brengen. Kan trouwens ook een aardeteken zijn. Stier, maagd of steenbok in de nieuwe vorm van verbinding en liefde. En je krijgt ook op de nieuwe vorm van liefde
de magier. Dus dat het ook iets moet zijn waarvan jij maakt, hier kan ik aan gaan bouwen, hier kan ik uit gaan creëren, hier kan ik uit gaan manifesteren samen. Dus ook zoiets van, ik wil zaaien, maar ik wil ook oogsten. Lukt dat niet, ben je misschien ook heel resoluut en ga je zeggen van, goh, dit sluit ik dan weer af. En ik ga dan maar even weer op mijn eigen manier verder. Dus bekijk je dat ook inderdaad goed even, weegschaal. Ja. Want je wilt staven 8 wel ook echt een bewuste verbinding aangaan met iemand in een nieuwe vorm van liefde. Het moet ook stromen. Gebeurt dat niet, krijg je de kaart van de dood. En heb je ook zoiets van, inderdaad, ik maak hier een einde aan en ik mag een ander nieuw beginnen, want ik ga dan op mijn manier door. Je laat je in de algemene vorm weegschaal. Met betrekking tot de vorm van liefde, laat jij je in de algemene vorm niet meer tegenhouden. Dus hou die kracht en energie dan ook zeker voor jezelf vast. Hartstikke mooi. En je hebt er dan ook uiteindelijk de kracht en de energie voor. Ook al voel je dat niet altijd, vraag dan even extra het universum om hulp om die kracht en om in de energie te gaan staan. Of om die te krijgen om uiteindelijk toch de dingen ook op de juiste manier aan te kunnen pakken. En te kunnen gaan blijven ondernemen. Oké, mooi. Single weegschaal. Dus ga daarin zo door. En weet dat het naar je toe gaat komen. Goed, dan gaan we door naar de weegschaal in een relatie. Voel jij daar een goed weegschaal in een relatie? Voel jij je verbonden? Of heb je zoiets van, nou ja, het brengt me niet zo heel erg veel meer. Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Dan mag je het inderdaad misschien afsluiten of loslaten. Ook dat zou kunnen. Weegschaal in een relatie. Of misschien heeft je de relatie een nieuwe boost nodig. En moet je het een en ander anders gaan aanpakken. Weegschaal in een relatie. Nou, kom op. Weegschaal en relatie. Heel duidelijk en ook voor bezig weegschaal en relatie om het toch in een ander stukje podium te nemen. Dingen anders in te zetten, dingen anders hiermee te gaan doen. Je podium te nemen, je kracht te laten zien. Oké, financieel bezig ook om misschien te denken van, goh, we willen het een en ander hebben, veranderen, ontvangen, waar je langer op hebt gewacht of ook misschien een bepaalde ding ook inderdaad op hebt gehoopt. Ook wel investeringen willen maken samen. Aan een nieuw begin. Dus relatie ligt nu al heel erg sterk weegschaal. Want het ultieme geluk, dat is voor jou, vanuit jouw gevoel, vanuit je gedachten, de komende periode. Maar is wat je belangrijk vindt, wat ook gewoon moet tellen. Om in het gelukzalige uit te komen vanuit de energie. En dat je gewoon hier, wat dat betreft, gewoon hevig brengt. Verminder ga je het niet doen weegschaal. Dus praat er ook goed over samen in jouw relatie. En bouw vanuit die energie het samen meer op. Maar vergeet, nooit zeg ik altijd, als je dit dan hebt en je hebt het steeds meer gecreëerd. Wat je ook verdient. Dat er altijd mensen zijn die afgunstig zijn en jaloers kunnen zijn. Dus het kan zijn, weegschaal, dat je daaruit toch bepaalde mensen moet gaan zeggen van, weet je, bedankt en tot ziens. En die ga ik wat meer de deur uitzetten en daar heb ik geen behoefte meer aan. Dus denk er goed over na en volg ook in alles hoge priesteraars, ook in je relatie weegschaal, op een goede manier je intuïtie en laat dat je ook inderdaad meer gidsen en het brengt je dan ook van daaruit weer meer een verandering weegschaal. Mooi. Houd het vast, ga ze door en laat je niet afleiden. Oké. Weegschaal, stel dan een duidelijke vraag voor jezelf. Daarop neem ik dan een orakelkaart. Dat is je antwoord. Dus weegschaal, stel je vraag. Oké. Het antwoord voor de weegschaal, papa. Is hele mooie. En dat is ook echt weegschaal energie. Cadeautjes geven en ontvangen. Dus zorg ervoor dat je geven net zo goed in balans is als je ontvangen of andersom. Hou het in de middenweg. Alles in de middenweg houden de komende periode weegschaal.
Dat is het antwoord op jouw vraag, maar ook algemeen. Dus ga hier wat mee doen. Oké, mooi. Dan gaan we door naar de laatste van de luchttekens. En dat is natuurlijk de waterman. Hoe gaat het met jouw waterman in deze tijd? Voel jij je goed? Voel jij je verbonden? Of heb je ze van, nou ja, goed, weet je, het schieten me daar ook niet aan op en ik ben hier alles alleen aan doen en ik voel me eigenlijk helemaal niet begrepen. Dat heb ik natuurlijk niet hoop, hè? Of heb je ze van, ja, goed, weet je, ik doe lekker mijn ding, ik laat het stromen en ga me in de algemene vorm niet meer door andere mensen tegenhouden, ook dat zou kunnen. We gaan het zien in de open bonus reading voor de waterman. Oké, goed. Waterman. Oké. Je bent wat voorzichtig, je bent wat op afstand, je bent het even vanuit meerdere kanten aan het bekijken, waterman, bepaalde dingen. Vergeet wel niet dat je inderdaad de kracht, de energie, de leeuw achter je hebt staan. Misschien ook inderdaad de komende periode even extra wat verbinden met vuurtekens. Dus ram, leeuw, boogschutter. Deze kun je misschien ook weer aan een andere vorm van energie antwoorden of inzichten brengen. We kijken het even allemaal goed, waterman. Drie van bekers, nieuwe verbindingen aan te willen gaan. Mensen waarvan jij voelt dat denk van deze moeten me ook echt wel wat kunnen brengen, want verminderen ga ik het niet meer doen. Oké. Of misschien een oud contact inderdaad gaan oppakken of iemand gaan opbellen of langzaam wat je lang niet meer hebt gezien of hebt gesproken. Wat je misschien daarin ook een bepaalde verandering brengt, waterman. En ja goed, er zit heel veel in jouw hoofd. Je bent heel veel in je denken ook aan bezig. Er draait hier van alles. En daar moet je over na gaan denken om hier de verlichting in te brengen, dat we uit te werken. En daar iets mee te gaan doen. En het kan ook staan dat het voor je werk, je carrière, je bedrijf staat waar je denkt en voelt van, goh, als ik de andere stappen inzet, dan bouw ik het juist ook inderdaad op een andere manier op. En ga ik het een en ander kunnen bereiken, ga het dan doen, waterman. Als je die uitdaging voelt en ziet, waarom niet en waarom zou je er niet van alles uit kunnen halen? Ja, wat je wordt al aangegeven, staven 2. Een keuze met werk of carrière of eigen bedrijf. Je gaat een switch, een verandering willen maken, waterman. En dan mijn beeld wat ik hier al zie, kijk, en daar heb je hem zelf inderdaad, wat ik al zei, heb je de kracht ervoor, de leeuwenenergie en de kracht ervoor om dit te kunnen doen. En is iets wat je inderdaad al langer in gedachten hebt. En laat het in de rust en ook stromen, de matiging. En weet dat je dan uiteindelijk ook heel veel brengt en heel veel zegeningen brengt, waterman. Oké, dus zet daar en dan heel duidelijk maar je stappen. En doe maar inderdaad even creatief op een andere manier aanpakken en ondernemen. En dan kom je wel ook inderdaad naar mijn beeld, waterman, ook op hele andere stukken uit. Dat het je vanuit ook wel steeds meer moet kunnen gaan brengen. Oké, goed. Dan gaan we door naar de waterman die single is. Nee. Sta je open voor liefde, waterman? Of heb je zoiets van, nou goed, nu even niet. Ik heb de tijd en ruimte voor mezelf ook inderdaad op een andere manier nodig, hoe ik dat zou kunnen. Of ben je misschien hartstikke verliefd geraakt, waterman? Dan denk je van, dit is leuk en hier wil ik meer van weten en wil ik voor mezelf uitzoeken. Waterman die single is. Oké, goed. Oké, waterman wil stroming hebben, waterman wil ook wat reizen, waterman wil ook een beetje aftasten, wil een beetje om zich heen bekijken. En wil zich niet gelijk aan de eerste en de beste de komende periode gaan binden. Oké, dat kan. Dus het even naar de andere kant bekijken, creatief zijn, misschien meerdere verbindingen even aangaan, misschien wat meerdere dates doen en te kijken van haar, hij of zij bevalt me wel en dat bevalt me juist weer niet eraan. Misschien inderdaad even verder door te gaan, inderdaad. Om op onderzoek uit te gaan. En ook wel de gedachte erbij dat je denkt van, goh, als een persoon mij leuk vindt, dan moet hij of zij mij ook maar eens gaan vinden. Of dan mag hij of zij ook eens wat meer moeite voor mij gaan doen. Want ik heb in het verleden te veel voor anderen gedaan. En nu ben ik ook in die zin wat meer terug verwachten, waterman.
Oké. Spreek op zich wat hier afhaalt voor de komende periode. Spreek je een hele duidelijke taal. En dat is ook niet verkeerd om het even op die manier vast te houden. Want het geeft je dan ook wel weer een verandering en ook weer andere beelden. Oké, mooi. Want doe je dat niet, zou inderdaad, krijg je de toren op zijn kop. Doe je dat niet, kan het zijn dat, dat de toren weer tevoorschijn gaat komen. Je krijgt hem op zijn kop, dus dat is nu niet relevant. Maar dan is hier recht op, kan de wereld weer instorten. En dat heb je misschien te veel gehad in de voorgaande relaties. En daarvoor laat je deze kaart ook op zijn kop. En kies je er in deze ook niet meer voor. Oké. Duidelijke taal van Single Waterman. En ja, bekijk je dat dus goed. Oké, dan gaan we door naar de Waterman in een relatie. Waterman in een relatie. Hoe gaat het daarin? Voel jij je een met je partner, man, vrouw? Zijn jullie verbonden? Of heb je ze van, nou ja goed, het brengt me inderdaad even niet zo heel erg veel meer. En ik ben er wel wat meer klaar mee. Zij hebben inderdaad dat ja, gouden stel wat de wereld aan kan en sterk staan in deze periode. Waterman in relatie. Bezig als eerste inderdaad om te blijven vooruitgaan en om te blijven overwinnen. Dat is misschien ook een bepaalde strijd geweest tussen jullie beiden of tussen jullie beiden naar de buitenwereld toe. Wat nu staat voor een overwinning. Dus er komt een einde of er is al een einde aankomen aan een zwaardere periode. En daarop, Waterman, heb je ook zoiets van, ik neem op een andere manier ook even mijn plek en mijn status en om ook even vanuit een rustige oogpunt het even allemaal te gaan bekijken. Voor wat ik al heb, maar ook zeker voor wat ik al wens of wil in de toekomst. Oké. Want het verleden ben je pijn gedaan, ben je aangevallen. Kijk op zijn kop, laat je niet meer toe. Dus je bent aangevallen, je bent pijn gedaan. En dan heb je ook geen zin meer in, Waterman. Terwijl het wel nog kan zijn dat er nog mensen om jullie heen zijn die een bepaald oordeel hebben of veroordelen kunnen zijn. Laat het even goed op, ga het even goed bespreken. En ga deze derde, negatieve of valse partij wat je dan om jullie heen hebben, loslaten. En ga samen maar voor jullie eigen bezit om te creëren, te manifesteren in alle vormen van liefde, warmte, positiviteit en schoonheid. In je relatie. Dat is natuurlijk wel verteld. Ook misschien de kinderen, belangrijke kinderen, kleinkinderen, om daar ook misschien op een andere manier meer voor te zorgen. Of juist inderdaad misschien nog de wens om bewust in contact te gaan staan met je vorm van innerlijke kind. Dus Waterman, bekijk je dat inderdaad ook even van meerdere kanten. Oké, dus Waterman in de relatie moet ik zeggen, liggen wel wat uitdagingen klaar waar je even goed naar moet gaan kijken wat er dan zei. Goed, mooi, duidelijk. Waterman, stel dan een duidelijke vraag voor jezelf. Daar neem ik dan een orakelkaart en dat is je antwoord. Dus Waterman, stel je vraag. Het antwoord voor de Waterman is... Kijk, een hele mooie eigenlijk. Is dat ook weer voor een nieuw begin, hè? Dat ei hier staat voor een nieuw begin. De vredesduif, vrede. Vrede te behouden in de situatie, vrede en rust te behouden en je niet te laten afleiden, ook niet onzeker of onrustig te laten worden. Hou de vrede en alles vast en weet dat je van daaruit dan alleen maar steeds met nieuwe vormen van positiviteit, warmte en liefde gaat brengen. Waterman, erg belangrijk. Oké, mooi. Goed. Luchttekens. Dit waren de bonusreadings weer. Ik hoop dat jullie er weer wat mee kunnen. In ieder geval bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond en laat hieronder natuurlijk ook even een reactie achter. En vergeet je natuurlijk ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer, hoi hoi!